onvoorwaardelijke liefde. Hoe slecht ze het doen, hoe goed ze het doen, je staat er gewoon. Mijn oom en tante gingen naar FC Twente, dus ja, er was geen keuze. Het was gewoon FC Twente. En het is nooit anders geweest. Ik ben ermee opgegroeid. Het is mijn leven inmiddels wel een beetje. Oorspronkelijk kom ik uit Syrië. Ik kwam hier als vluchteling. Vandaar kreeg ik een huis in Enschede. Ik had gesolliciteerd als, zeg maar, ja, medewerker van FC Twente. Ja, dan is het gelukt. FC Twente is mijn tweede huis. Het is alles van mij. Ik ben in Enschede geboren en er was maar ja, één club, dat was FC Twente. En zo ben ik ook de FC Twente supporter geworden. Je groeit ermee op een klein beetje en ja, het blijft altijd in je bloed zitten. In één keer, het lukte niet en op een gegeven moment ga je echt denken van ja, maar het moet toch wel een keer gaan lukken. Het kan toch niet zijn dat we laatste, dat kan toch gewoon niet. Wij als Twente, nee, dat kan niet. En toch, ja, het was zo. FC Twente, de landskampioen van 2010, degradeert uit de Eredivisie. Het was heel moeilijk. Het was heel moeilijk. Vorig seizoen was het echt, ja, degradatiejaar. Ja, het ging wel steeds minder met de club. En qua voetbal viel het allemaal nog wel mee. Maar ik had nooit verwacht dat het zou degraderen. En dat is natuurlijk wel hard aangekomen. Het was alles tegen. Niks. Ja, alles van alle kanten was tegen. Iedereen had zoiets van, wij blijven, kom, we gaan ervoor. Jongens, deze klap kunnen we hebben. Twente is van het volk, hè. Het is van het Twentse volk. En dat is het mooiste ervan. Supporters, de sponsoren, de hele regio stonden achter FC Twente. Als je kijkt hoeveel supporters dat er meegaan naar uitwedstrijden en thuiswedstrijden, hoeveel supporters zijn. En dat is wel, dat stimuleert denk ik de elftal wel en dat is wel heel positief. Elke week sta je er gewoon weer. Voor de winterstopping af en toe al een beetje. Ja, wonnen ze, verloren ze nog wel eens. Ze hebben thuis nog een dikke nederlaag tegen Ajax, jong Ajax gehad. Hoe komen we terug? Hoe komen we terug? En in één keer, het draaide, het liep. Ze bleven winnen na de winterstop. Voor mij, ik weet niet hoeveel, achter elkaar 13 of 14 wedstrijden wat ze hebben gewonnen. En ja, daar ga je er wel in geloven. Weet je, de bal is rond, hè? En weet je niet wat... Twente heeft de eerste overwinning binnen. Een zwaar bevochten overwinning. Al zit de wedstrijd erop. Is dit een heel belangrijke zegen. We moeten gewoon die punten pakken. Het is gewoon, we moeten. En we komen gewoon weer terug. Het wordt een prachtig jaar. En ik had ook toen gezegd, misschien was het sterk wat had gezegd. We komen terug. De eerste keer dat ik het hardop dacht was na Go Ahead. Toen we hadden gewonnen. Ik denk, ja, als we deze pakken, dan zijn we er misschien wel weer. Ik moet erin geloven. En ja, nu staan ze er goed voor. Dus... Ik ga er vanuit dat ze gewoon kampioen worden.